Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Empires of the Undercoat voor aflevering. Zijn we hier gebleven en ik ben eigenlijk gewoon gelijk verder gegaan met waar we gebleven waren. En zoals je kunt zien hebben we een behoorlijk grote mier. Maar niet alleen dat, we zijn nog steeds bezig om die opponents even een beetje, ja, hopelijk ervan te gaan winnen, denk ik. Ik zal het eigenlijk niet weten, maar het zal wel chill zijn als we gaan winnen. Maar het is vooral nog even een leerproces, want ik weet nog niet precies wat ik allemaal moet doen. Ja, winnen, dat is wat ik weet. Maar ik ga nu in ieder geval mijn mieren deze kant op laten gaan, want hier staan ook nog heel veel plantjes. Oh, is dat ook een soort van springkaan of zo? Wat is dit? One of the ants has fallen prey to a young leaf mimic praying mantis. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Oké, die zijn niet heel sterk. Dat is positief. Oké. Wel, in ieder geval gaat het heel positief met hoeveel fungus de hele tijd komt. Oh, god. Daar halen we weer een. Oh ja, wacht. Ik heb er nu twee natuurlijk. Maar ik heb er wel meer nodig. Ik denk dat het ook verstandig is om een nieuwe hoeveelheid workers erbij te halen. Zo, en we verder jullie. Gewoon gelijk met z'n allen. Oké, er zijn weer heel wat workers erbij. Maar de vorige aflevering zat ik ook te kijken naar dit. Zo van, dat mijn voet was. Nee, dat is gewoon dit eigenlijk. Dus ja. In ieder geval zijn er nog behoorlijk wat blaadjes. En een hele grote spin. Ziet er op dit moment nog best wel aardig uit dat we mijn opponent nog gaan winnen ook nog. Maar ja, dat is dan maar zo. Zo. Ga ik nog een heel aantal workers erbij halen. Dan gaan we echt wel handen uit nodig hebben. Oké, top. Die platten die groeien ook niet terug. Dat is ook wel jammer. Dus dan gaan we misschien binnenkort nog een beetje een probleem hebben. Nou ja, nog niet zozeer. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Wat is dit spul wat er omheen groeit? Is dat een fungus toevallig? Dat zou maar zo kunnen.
Oké, we gaan weer zo'n grote beesten bij pakken. Maar dat kleine eitje dat de hele tijd popt, dat is natuurlijk. The ants must defend themselves. De andere ding. Oké, wat wordt er aangevallen? Oh, dat ding. Ik vind die grote bieren zo fucking episch hoor. Ja, daar heb je er weer een. Mijn bieren zijn ongeveer even groot als die, als dat ding. A Paracanthus varius bush cricket has spotted the ants. Its thorax and appendages are adorned with sharp protruding spikes, offering 360 degrees of protection and turning its substantial forelegs into a pair of deadly flails. This spiny devil will not easily be deterred. Oh, daar heb je die spin. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. Come here. Attack. Die is ook dood. Er zijn best wel veel enemies hier nu spawnen. Zo, laten we die kant op gaan. Waar staan er nog meer plaatjes? Ja, hier, maar daar zitten ook best wel wat enemies tussen. Maar ik denk dat we daar maar eens heen moeten gaan. Of hier. The ants must fight. Oh, ik dacht al, wat de fuck is hij aan het doen? Dus zo. Nou, daar gaat weer een grote beest van mij. Nee, ik weet wel zeker dat ik het niet ga vinden, maar dat is misschien dan wel zo. There are intruders in the nest. Tja. Want wat mij lijkt is dat de blaadjes die maken die verzamelen dus die grote mieren en die halen ze naar het nest. En die kleine mieren die gaat ze dan weer onderverdelen en maakt er weer fungus van ofzo. En fungus dat te oud is, dat gaat weer weg. Denk ik. Is
dat een mechanic is hoe dat werkt. Ga hier maar heen. Als je daarheen kunt. Zo, goedemorgen. Nou, wel interessant hoe deze mechanics werken nu. Nou, dan komen we weer vanuit van de mier aan. Leuk. The ants must fight. Oké, twee weer van die grote mieren. Oh, daar kunnen ze toch wel opkomen. Oké, nee, dat is goed. Ja, ik wou wel zeggen, zo'n grote mier die kan vast zo'n hele blad in één keer meenemen. En dat doet hij. Hoe meer van die grote hebt, hoe beter het is. The diurnal jungle invertebrates emerge once again to replace their nighttime counterparts. The ants will remain steadfast in their efforts. All must be risked for the harvest. De planten worden daar weer heen. Er zitten best wel wat vijanden op de map. Pak dit blad. Dat is een groot blad. Even zien. Oké, daar kunnen we weer twee van hebben. The ants must fight. Ik vind die grote mieren wel heel chill hoe ze eruit zien. Was wel fucking groot. Maar ja, deze queen is ook behoorlijk gigantisch, hè? Dus in principe is het wel logisch. Oké, daar is geen eten meer. Zou ik zeggen, hier. Of nee, hier. In deze algemene omgeving. Is misschien wel beter. Ook al gaan we sowieso verliezen, want de enemies die hebben we bijna alles. Ik denk dat ik even moet gaan kijken hoe ik dit ga regelen. Dat wil niet werken.
Dat is wel één ding dat duidelijk is. Oké, ga maar hierheen. Zo, hoppakee. Nope. As the leaves nearby are depleted and the superior hillside atta colony cuts off access to new pastures, the nest falls into ruin. The ants grow weak, the gardens rot, and the queen is left to starve. Her reign has ended. Yep. Nou, behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik ga waarschijnlijk de volgende aflevering het andere level proberen. En dan moet ik maar eens even gaan kijken hoe ik dit level ga proberen. Behalve ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je kanaal. En zie je volgende keer weer. Later.